CBN Prime Alert van dinsdag 1 november 2016. Uw aandacht voor de headlines. Salons beschuldigd van dichten boomskreek. Presentatie conceptwet slachtoffers politiek geweld. NK Minov bestreaming jeugd event. Handel en industrie waarschuwing. Samsung Galaxy Note 7 teruggeroepen. Heidi Jorks studeert af voor masteropleiding Education in Teacher Training. Saskia Chotu rond masteropleiding Education in Teacher Training met succes af. Kunstenaar Manku Pranata, ook wij willen graag een eigen kunsthal. 51ste NK biedt ook platform aan jonge kunstenaars en vermoedelijke rovers Tossenkreek aangehouden te vliegveld Zorg en Hoop. Een alerte Surinamer die belde met de redactie van TBN Prime Alert om de klacht door te geven dat de vakbondsman, de vakbondsvoorzitter, de heer Michael Salons, bezig zou zijn om samen met anderen de boomskreek te dichten met klei en andere zaken. Wij van de TBN Prime Alert zijn vandaag op locatie geweest en spraken met de heer Salons, die ons toch wel niet alleen daarover een uitleg heeft gegeven, maar om het allerbelangrijkste, welke toch wel speelt hier in de buurt. En dat is dan het pompgemaal, welke op 17 mei 2005 groots werd geopend, waar men dacht dat dit toch wel de uitkomst zou zijn voor de buurt hier, zien wij dat jaren daarna, bijkans 11 jaren daarna, het zijn functie toch niet heeft vervuld zoals dat moet zijn. We voeren u naar het vraaggesprek welke wij hadden met de vakbondsvoorzitter, de heer Michael Salons. Wij hebben, vakbondsleider, wij hebben klacht binnen gehad dat u de uitschot van de boomskreek juist iemand die werkt bij openbare werken moet helpen dat het vrijelijk stroomt, krijgen we de klacht dat u daar bent bezig te dichten met klei en met andere zaken. Wat is waar daarvan? Langer dan 30 jaar heb ik het pompgemaal beheerd. Zou ik gaan zorgen dat ik uitstroomzuiden zou dichten? Wie is nou gek? Ja? Ik heb altijd gevochten voor een betere ontwaterering hier op met de boomskreek. En ik zal altijd blijven vechten. Waarom zou ik gaan dichten? En als ik zou gaan dichten, wie ben ik om te gaan dichten? En als we zouden dichten, dat wil zeggen dat het gemaal helemaal niet meer zou werken. Dan zou het gemaal opgedoekt moeten worden. Maar als u hier kijkt achter me, hebben we juist nieuwe pompen geplaatst. Met de komst van deze regering zijn er nieuwe pompen geplaatst die meer water kunnen verwerken. Ja? Want met die pompen, tot het gemaal gebouwd was, ik dacht was het, was in 2007 of 2008, is het gemaal gebouwd, stonden er pompen vanuit India hier. Die pompen konden pas inkomen, alhoewel ik heel veel gewaarschuwd heb dat het gemaal niet doorgebouwd moest worden, want hij was te hoog gebouwd. Ja? Dat het niet verder gebouwd moest worden. Die pompen konden pas inkomen wanneer Marie-Thérèse, Rienville, Tourtonne, de hele omgeving helemaal blank stond, tot in de huizen, tot op de straten, helemaal in de huizen, vooral achterin Tourtonne. Ik heb erachter blijven vechten. Op een gegeven moment is men tot de om andere soorten pompen hier te plaatsen. En dat zijn nou die low-lift pompen die hier staan. Deze pomp, pomp 1, die kan nu 40 centimeter meer water verwerken. Die pomp 2, die kan 60 centimeter meer water verwerken. En 40 en 60 centimeter over een heel grote oppervlakte is heel veel water. Maar het we zijn nog niet waar we moeten zijn, want we kunnen niet dieper gaan, want we zijn al bijna op de bodem van die kelder. Wat er gebeurt, is dat we nu kunnen zorgen dat die pompen kunnen inkomen voor ons de straten blank staan. Ja? Maar we kunnen niet voorkomen dat de straten blank staan, want het is kiele, randje, ja? Dat die kreken helemaal vol zitten, dan kunnen die pompen wel inkomen. En het helpt een heleboel. Zou ik dan de uitstroomzijde van die pompen moeten... Wie is nou gek? Ben ik gek? Dan kan ik naar PCS gaan, ja. Dan kan ik meneer Matura gaan bezoeken, ja. Maar waarom maakt men dan een dergelijke opmerking, vindt u? Ik weet niet. Ik kan zeggen, ik ben gisteren bezig geweest met, ze gaan een scheekbord iets aan de Plitostraat hier bouwen voor de jeugd. Ja, ik heb het begrepen. Ik heb toen gezien dat men afgeraafd. Ik heb gezegd, om die berm,
ja, laten wegspoelen. Ja, dan zeg ik van, dan heb ik die berm bijgewerkt. En na die berm hebben ze bijgewerkt. Ja, eenmaal die machine daar stond, heb ik juist de uitstoomsteden netjes gemaakt, die berm netjes gemaakt en uitgediept. Want het was helemaal dichtgeslipt en bij elke droge tijd slipt hij helemaal dicht. Hoe komt het dat er zoveel parwe in die kreek staat nu, die uitstroomzijde? Omdat hij dichtgeslipt was. Ik heb zelfs een paar dagen daarvoor nog een hoogwerker laten komen, ja, van milieubeheer, ja, om die parwebomen korter te maken. Want die konden vallen over de weg. Ze konden vallen op onze kabels. Ze konden vallen op die woning waar ik in zit. En voor mijn veiligheid heb ik ze laten afkorten. Voor de helft heb ik al die bomen laten snijden. Ja. We hebben vandaag zulke rukwinden. Ja. Ik moet ook zorgen voor mijn eigen veiligheid. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb het wel niet laten afvoeren, omdat die hele kreek al is dichtgegroeid. En ze liggen daar. Ze zullen rotten. Ja. En wanneer die pompen gaan draaien, ja, zullen ze netjes aan de kant gaan door die druk van dat water, want die pompen die draaien. Maar ik heb ze wel niet opgeruimd, want daarvoor zou ik zelf moeten betalen. Dus daar waarover men het heeft, daar heeft het dus veel slechter uitgezien. U heeft er nu wat werk van gemaakt. Het heeft helemaal slecht uitgezien. En de persoon die van de buurt heeft gebeld, die zal het ook beter weten. Ja? Dat er toen een paar bomen daar stonden. Ja? Toen de sluis goed werkte, dat er bomen gaan groeien. Ja? En ik dacht dat er nog beeldmateriaal van toe moet zijn. Hij was helemaal open. Maar daar dat hij is gaan dichtslippen doordat men een goed draaiende sluis heeft vervangen in 2007, 8, daar ergens moet het zijn in 2007, heeft men een goed draaiende sluis vervangen door pompgemaal te zetten die helemaal verkeerd geplaatst is. Ik heb altijd ook gevochten dat er een pompgemaal moet komen. Want als er als het hoogwater was in de rivier en het regende, dan kon je niets doen om te ontwateren. Je moest wachten op het getij, want alleen kan je een sluis bedienen. Nu heb ik er altijd ook voor gevochten vanaf, ik ben vanaf 86 hier beheer van dit gemaal. Ja? En ik heb dan gevochten dat er een pomp erbij kwam. En men heeft het gezet, alleen heeft men het op de verkeerde plaats gezet. Ik had gevraagd, en dat was tijdens meneer Huba, minister Kandai toen, minister Balissa, dat dat ding komt aan de rivierzijde, dat gemaal. Het zou te duur kosten, dat hebben ze mij gezegd. Maar ook toen ze het bouwden, heb ik gezegd, jullie kunnen nu stoppen met bouwen, want die sluis, die vrijelozing, gaat nooit werken. En dat werkt, heeft tot op de vandaag nooit gewerkt. En hij zal nooit werken. Ja, hij kan wel werken, maar dan ga je dit hele gebouw moeten slopen, dat die sluis gang dieper komt en dan gaat hij weer werken. En als hij werkt, dan kan je wel zeker van zijn dat die alleen maar door die stroming alle parwebomen daar verdwijnen, want ze gaan allemaal omkantelen. Werkt dit of werkt het dus niet concreet? Die vrije lozing die werkt nooit, heeft nooit gewerkt. Ja? Ik kan je straks wijzen aan de achterkant, die vrije lozing heeft nooit gewerkt. Die pompen die zijn vervangen, zodat we nu meer water kunnen verrukken. Niet dat die pompen uit India niet goed waren, ze draaiden. Maar omdat de boel onder water liep, heeft deze regering, namelijk deze regering tijdens meneer Abrahams als minister, ja, hebben ze naar me geluisterd en ze hebben nu pompen gezet die nu meer water kunnen verwerken. Trouwens, je ziet, ze zijn nieuwe pompen. Ja? Dus die Indiaanse pompen zijn eruit gehaald, die zijn opgeslagen op openbare werken Duisburglaan en ze hebben deze pomp geplaatst en deze pompen verwerken meer water. Dus de mensen van de buurt moeten eigenlijk blij zijn dat Salons hier is, ja? Dat hij zorgt dat ze niet zo lang onder water lopen. Ja, als ze zelf zorgen voor een vervuiling in die kreken, dat die toestroom naar de boomskreek, ja, niet vrij loopt, dat is op toe hun. En geen milieupolitie om te gaan kijken wie vuil gooit in die kreken en wie geen vuil gooit en wie zijn voordeur niet onderhoudt. Ja. Maar wij zorgen wel dat die toestroom normaal, alles dat verwerkt wordt naar de rivier. En het verwerken naar de rivier is wat men zegt dat ik heb. Als men niet weet, laat men naar me toe komen, dan wees ik ze. Hoe zit het dan met grote regenvallen hier in de buurt? Ligt u nog steeds blank? Hij zal nog steeds blank liggen. Ja, dat in 2007 heeft men hier niet naar mij geluisterd. Dat gemaal is te hoog gebouwd. Ja, als men naar me had geluisterd, dan konden we zorgen dat... Laat me dit zeggen. Geen enkel land zit
kan vechten tegen de natuur. Bij grote regenval zal je altijd onder water lopen. Maakt niet uit. De rijkste landen lopen onder water. En nog erger dan ons hier. Ja? Maar als het gemaal op de juiste diepte geplaatst was, zoals ik had aangetoond, ja, dan zouden ze eerder droog kunnen zijn. Ja. Maar dat is in 2007 gebeurd. En nu, met de komst van deze regering, heeft men alles gedaan dat men kon doen nu om meer water te verwerken. We kunnen nog meer water verwerken, maar dan moet je het hele gebouw hier gaan slopen. Dieper gaan, zodat je... Want ik had gevraagd om een meter dieper te gaan dan die oude sluis. Daar had je heel toe tonnen ook al geholpen. Maar men wilde niet naar me luisteren, ik ben geen ingenieur. Wie heeft toch deskundigheid in huis? Ja, ze hebben op den duur. Ja, wel toegegeven dat ik gelijk had, maar toen stond het er al. Toendertijd, zoals ik het heb genoemd, toendertijd, want het moest gauw af zijn. Hier was nog niet eens af. Hier is komen houden op deze hoek. De hele hoek heeft mij afgesloten. Ja, ik dacht dat meneer toen zelf de knoppen hier heeft gedrukt. Het moest af zijn, voor de verkiezingen van 2010 moest hij af zijn. Dus men wilde niet naar me luisteren. Het is centraal hier, dus ja... Vandaag zitten we ermee. Hier is het belastingcentrum. Waar kijken we hier tegenaan, heer Salons? Zo, alvorens we daarop gaan. Ik ben naar buiten gegaan. U hebt het bord gezien. Ik heb altijd geweten dat het voor een verkiezing was. Ik dacht dat het was voor die verkiezing van 2010. Maar het is toch gebeurd voor die verkiezing van 2005. Dus het moet zijn dat in 2004, ja, ik zo gewaarschuwd heb. Ik heb steeds gezegd 2007, maar het moet zijn 2003, 2004, okay, toen dit gemaal gebouwd werd. Want je ziet, de opening heeft plaatsgevonden op 17 mei 2004. Vijf. En op 25 mei waren de verkiezingen. Dus u begrijpt wat er is gebeurd. En deze sluisdeur, dit is eigenlijk die vrije lozing. Ja? En dit moest bij app open kunnen gaan. Als je kijkt, er is een tagel hierboven. Die heeft nooit gefungeerd. Die is voor om die sluisdeur op te trekken. Hij heeft nooit gefungeerd. Waarom? Ja? Omdat het gemaal te hoog gebouwd is. Ja? Dus dit staat hier voor niets. Is waarvoor ik gewaarschuwd heb. Ja? Want bij de vrije lozing verwerk je meer water dan wanneer je pompen draait. Ja? Als dit werkte, hoefden de mensen in de buurt niet zo lang onder water te zitten. Ja? En nu, ja, daar is dicht gegroeid. Ja? Als je nou dit in orde maakt, ja, zou je daar echt moeten uitdiepen. Ja? Het is natuurlijk dicht gegroeid. Niet dat ik het heb dicht. Als het dicht gemaakt was door mij, dan ben ik stapel gek geworden. Het is in nature dicht gegroeid. Ik heb tegendeel die mondzijde, omdat er een machine daar voor mij bezig was, heb ik direct gebruik gemaakt van de gelegenheid, want je betaalt de machine voor de hele dag, om het uit te graven, uit te diepen, de uitstroomzijde van die pompen. Maar voor die sluis kan ik niets doen. Nooit. En hij zal nooit werken. Met dit gebouw zal hij nooit werken. Humphrey Yeru en Deo Baburam, die het onderwerp van de slachtoffers welke zijn gevallen op 8 december 1982, maar ook alle andere slachtoffers van politiek geweld, die hebben thans een wet in voorbereiding en het gaat om de wet erkenning politiek geweld. Vandaag heeft een presentatie van deze wet plaatsgehad en de heer Yeru die geeft toch wel aan dat zij duidelijk bezig zijn met een zeer complexe materie. Vandaar dat er toch wel deskundigen ingezet zullen worden om te kijken naar de verschillende cases. De periode voor wat deze wet aangaat, die is afgebakend. Dat is de periode van sinds de onafhankelijkheid tot anno 2016, dus nu. En wat belangrijk is in deze wet, is dat het nodig is regels vast te stellen die het kader aangeven waarbinnen door de regering voorzieningen ten behoeve van slachtoffers van politiek geweld worden getroffen. We voeren u naar de heren Deo Baburam en Humphrey Yeru vanmorgen bij de presentatie van de wet. Wij hebben gezegd van dat is een complexe vraag. Er is aan voor Mojwana een regeling getroffen waar mensen een bedrag ineens kregen, een vast bedrag. Internationaal zijn er allerlei soorten regelingen denkbaar. En we hebben als comité gezegd, we vinden dat er een vorm moet komen van schadevergoeding, maar hoe dat precies eruit moet zien, daar stellen we voor dat de regering een commissie van deskundigen instelt om dat precies te bepalen. Wij zelf hebben een onderzoek gedaan voor de Binnenlandse Oorlog naar de schade die mensen hebben geleden. We hebben 500 formulieren verzameld
waarin mensen gezegd hebben van mijn huis is vernietigd, mijn huisraad is weg, mijn televisie is gestolen, noem maar. Het comité gaat de stem willen zijn van die slachtoffers en gaat de overheid aanspreken en zeggen je moet een vorm van schadevergoeding betalen. Nou, over die hoogte en de mechanismes, daar moet het comité dan als stem van de nabestaanden in overleg treden met de overheid. Het comité wil een zo hoog mogelijk bedrag voor de slachtoffers. De overheid heeft natuurlijk beperkte middelen en daar moet dan een modus worden gevonden. En wat wij dan gaan doen, we gaan de administratie bijhouden. Daar zijn we eigenlijk al mee begonnen vanwege het onderzoek dat we gedaan hebben in het binnenland. Een administratie van alle slachtoffers. We hebben een beperkte lijst bijvoorbeeld alleen van doden. Die we op de dag van de nationale rouw hebben gepresenteerd. Dat is ongeveer 230 namen. Maar de slachtoffers zijn niet alleen de mensen die dood zijn gegaan. Er zijn mensen ook natuurlijk die nog leven. In de Binnenlandse Oorlog zijn een hoop mensen die schade hebben geleden. Maar ook gewond zijn geraakt bij Jungle Commando. Ook die komen in aanmerking voor schadevergoeding. Ook de Jungle Commando, ook de militairen, ook de burgerslachtoffers. Dus die zijn allemaal slachtoffers van politiek geweld. Ja, die hebben we ook gedefinieerd als slachtoffers van politiek geweld. Dus mensen die gewond zijn geraakt, of die materiële of immateriële schade hebben geleden. En immateriële schade is bijvoorbeeld posttraumatische depressies. De wet zegt eigenlijk, na 35 jaar, hè, sinds 80, hebben we het vraagstuk van leed van mensen nooit goed behandeld. Nooit in de breedte. Hè. De slachtoffers van 8 december hebben hun case gebracht. Prima. De slachtoffers van Mojwana hebben een case gebracht. Prima. Maar vele andere slachtoffers zijn nooit erkend geweest. Wat we nu zeggen is door in de wet vast te leggen dat je alle slachtoffers erkent, inclusief 8 december, inclusief Mojwana, inclusief het leger, inclusief Jungle Commando, door allemaal te erkennen, zeg je van kijk, in de toekomst willen we dat geen van dit soort dingen meer voorkomen. He, dat we in de wet hebben we ook opgenomen een onderwijscomponent. En een onderwijscomponent moet dan uitleggen aan mensen van dit is in Suriname gebeurd, dit zijn de verschillende manieren om te kijken naar wat er is gebeurd. Die heeft die visie, die heeft die visie en alle visies horen een plek te krijgen in het onderwijs. De mensen die zeggen Boutersen is een moordenaar, moeten een plek krijgen in het onderwijs. De mensen die zeggen die Boutersen is een verdediger van het Surinaamse volk, moeten een plek krijgen in het onderwijs. En mensen moeten zien welke argumenten gebruikt worden in dit soort dingen. En ze kunnen dan, iedereen kan zijn eigen dingen bepalen, standpunt bepalen, maar de essentie is, dit willen we nooit meer. We willen nooit meer dat mensen omkomen, dat politieke spanningen vertaald worden in geweld waarbij mensen worden vermoord. Dat willen we niet meer. En de wet moet verzekeren dat het geïnstitutionaliseerd wordt, dat het verankerd wordt. Dat was een van onze hoogste prioriteiten. Meneer WW zit hier. Zijn broer is toen van zijn huis weggehaald door Jungle Commando. Met messteken in het lichaam gesleept naar de boot, weggevoerd. En met rum en alcohol in die wonden gegoten, zodat hij uiteindelijk via dood is gaan eigenlijk aan gewoon pijn. Ze hebben hem ergens begraven en tot de dag van vandaag weet hij niet waar. Wat wij willen is dat dat graf gezocht wordt, zodat de familie een herbegrafenis kan doen en met de ritueel afscheid kan nemen. Daarom hebben we zo'n commissie voorgesteld. Maar die commissie vereist expertise en vereist medewerking van het Jungle Commando, van het leger en van forensische experts. Iedereen die onderwerp was van oorlog en meegegaan is in die strijd is slachtoffer, dat is waar. En wat we dan aanbieden aan slachtoffers in dit geval is natuurlijk begeleiding en dat gebeurt. De heer Amstelveen is traumadeskundige en begeleidt een aantal van dit soort cases. En hij doet dat met de beperkte middelen die hij heeft. Maar eigenlijk zou de staat moeten zorgen dat de begeleiding van slachtoffers die traumatische herinneringen hebben nog aan politiek geweld, dat de staat die mensen zou moeten helpen via deskundige begeleiding. Dus het is waar, we gaan al dat soort dingen zullen zeker nog komen. Hè, van, je kan dader en slachtoffer zijn. Omdat je in één moment doe je iets waardoor je dader bent, maar aan ander moment vind je dingen die je tot slachtoffer maakt. En dat is het trieste eigenlijk van waar we mee bezig zijn. We proberen dat op een manier te doen waarbij we zeggen, dit willen we niet meer. We willen niet dat
Suriname terechtkomt in de situatie waarin het in de jaren 80, 90 is geweest. Hè. En we denken dat het mechanisme om te komen tot oplossing is eigenlijk overleg, dialoog, verzoening, een wet en vastleggen in het geheugen van mensen, in plaats van het continueren van de spanning. We weten dat wij bezig zijn met een complex verhaal, een complex, een complexe materie. We pretenderen natuurlijk niet de wijsheid in huis te hebben, in pacht te hebben, om gewoon zo te zeggen van ja, we lossen het wel op. Vandaar dat wij zoveel commissies hebben voorgelegd via de wet, gaat er zoveel deskundigheid naar binnen worden gehaald om dit soort van vragen op te vangen. Begrijpt u? En ik ben blij, dus ik was net opgestaan om deel te komen maken, maar ja, natuurlijk, die man is een wetenschapper, over dat niet van trauma begeleiden. Dus het is moeilijk soms om bepaalde cases te, maar vandaar dat er deskundigen zullen zijn om naar die cases te kijken. Want iedereen, ik geloof dat iedereen gewoon kan lopen en zeggen van ja, maar ik was slachtoffer. Daar houdt het op. Begrijpt u? Of daar begint het. Maar onze bedoeling is niet dat wij dat alleen gaan doen. Vandaar dat wij dus die discussie willen hebben. En als er ergens in de wet moet worden opgenomen dat, hoe je dit zou kunnen oplossen. En een deskundige is daar om ons daarin te helpen. Nou, het is nog steeds een concept. En we willen hem eigenlijk gooien in de samenleving. Zodat die discussie kan leiden tot een goede wet. Die het leed van de slachtoffers, zeg maar, erkent. De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Robert Ponu, sprak vandaag de leerlingen van de scholen Sunny Point 1 en 2 toe bij de opening van het NK Minof Bestreaming Jeugd Event in Hotel Torarica. Het doel van deze speciale attractie van de Nationale Kunstbeurs, welke in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur werd georganiseerd, heeft als doel de leerlingen op creatieve manier bewust te maken van kunst en kunstzinnigheid. Voor woensdag en donderdag worden ook nog andere scholen verwacht. Wij van TBN Prime Alert hadden een vraaggesprek met Senatie-coördinator Danielle Rosario over het B-Streaming Jeugd-event vandaag. Mevrouw Danielle Rosario, coördinator van Senatie. Jullie hebben vandaag hier een activiteit gehad en dat heeft ook allemaal houdt verband met de Nationale Kunstbeurs, welke nu gaande is. Nou, de link is dat het ministerie van Onderwijs in samenwerking met de Nationale Kunstbeurs eigenlijk de B-streaming gedachten zoals u die kent, ook weer invulling aan heeft gegeven. Dit keer hebben we de A eruit gelegd, de A van art. En vandaar dat we hier zo zijn op de kunstbeurs. Wie hebben jullie hier gekregen? Vandaag hadden we OS Sunny Point 1 en OS Sunny Point 2 met totaal aan 200 leerlingen. En wat is er met de kinderen gedaan? De kinderen hebben een rondleiding gehad in de bankethal van Torarica. Ze hebben de kunstwerken bezichtigd. We hebben gesproken over de kunstwerken. We hebben gevraagd van wat hebben ze gezien, welke kleuren, wat voor beelden zien ze. Wat kunnen ze eruit halen? En daarna hebben ze zelf dat kunstenaars gemaakt. Doordat ze zelf mochten schilderen, zoals je ziet op de achtergrond. Of ze mochten zelf een handenarbeidstuk maken met papier, met verf. Of gewoon met kraaltjes dingen maken. Waarbij we eigenlijk die streaminggedachten invulling hebben gegeven. Hoe belangrijk is art binnen de vorming van het kind? Het is heel belangrijk, omdat daarmee die creatieve expressie van het kind tot uiting komt. En hoe geeft Senatie invulling daaraan? Senatie komen de leerkrachten in. Mm-hmm. En de leerkrachten zorgen ervoor dat zij eigenlijk ook hun creatieve mind aan het werk zetten en zo met de kinderen bezig zijn. Ja. Kunt u even een voorbeeld aangeven van hoe het kind helpt vormen? Bijvoorbeeld als we kijken dus naar verf. Als ik dus ga kijken naar het scheikundig proces in dat gedeelte, we hebben de kinderen zelf verf leren maken. Van blom, water en suiker. Mm-hmm. We weten allemaal hoe we pannenkoeken moeten maken, hoe je het beslag maakt. Dus op dezelfde manier hebben we dus nu eigenlijk verf gemaakt. Door een beetje zoutwateroplossing, een beetje blom, een beetje kleursel en dan heb je je verf. Je moet een pasta gaan maken. Daarmee mochten ze gaan schilderen.
Het maken van die pasta is een scheikundig proces. We hebben op een gegeven moment ook gewerkt met krantenpapiers. Daar op de tafel ziet u enkele voorbeelden. Daar moest het kind leren afmeten. Kranten knippen, ik moet dan op een gegeven moment gaan rollen. Hoeveel rolletjes heb ik nodig? Hoe dik moet zo'n rol zijn? Om te kunnen werken om zo mee aardstukken te maken. En op die manier leert het kind eigenlijk, zonder dat het eigenlijk zelf doorheeft, is het kind bezig te bouwen, te ontdekken, creatief te zijn. Maar ook zelf probleemoplossend te denken, onderzoekend denken. Om te kijken van oké, als ik het zo doe, hoe gaat het worden? En we hebben ontdekt, met name met het schilderen, dat onder de kinderen die vandaag hier aanwezig waren, ook hele mooie kunstenaars zijn. Want als we kijken naar wat ze hebben getekend of wat ze hebben geverfd, dan zie je dat ze dus ook talent hebben. En is dit ook maar voor een dag? Want we begrijpen dat er 3 schooldagen zijn voor wat NK aangaat. Ja, het zijn 3 dagen. Vandaag hebben we de eerste dag gehad. Morgen hebben we dan de Kari Vishnudat school en OS Blauwgrond. En op de donderdag hebben we een VOJ school. Waartoe moet dit de kinderen toe gaan aanzetten? Dat zij dus eigenlijk ook gaan kijken, met de andere oog kijken naar kunst. Dat ze dus niet alleen denken van als ik een tekening heb gemaakt, dan is het is of mooi of niet mooi. Maar dat elk dingetje dat je maakt, elke streep die je trekt, kunst kan worden. En de scholen welke gekozen is, op basis waarvan zijn die scholen gekozen? De scholen zijn gekozen op basis van de leerkrachten die we hebben benaderd om ons te helpen op de beurs. En voor het gemak hebben we die scholen gekozen. En zoals de minister het zei, het zijn ook scholen die je dus eigenlijk niet zo vaak krijgt op de kunstbeurs. Kijk, scholen van de stad komen makkelijker. Ze zijn in de buurt van waar de kunstbeurs wordt gehouden. Of ze komen met de ouders er naartoe. De scholen die misschien die in dit geval zijn niet echt gekozen, maar ze zijn, ik kan zeggen, de lucky guess. Het gouden lot hebben ze getrokken. En ze zijn dus eigenlijk de scholen die een beetje buiten de boot vallen, vaak genoeg. Wat kunt u dan zeggen? U hebt vandaag dus districtskinderen gehad. Ja. Als u toch wel een beetje om u heen hebt gekeken voor wat ze neer hebben gezet, maar ook dat stukje aard bij hun. Zegt u dat u toch wel heel veel talent hebt gezien? Ja, ik heb veel talent gezien. Dus dat mag gezegd worden. En ik zou niet direct willen zeggen omdat ze districtskinderen zijn, maar gewoon het zijn kinderen met talenten. Elektronica fabrikant Samsung heeft de verkoop van de Samsung Galaxy Note 7 onlangs stopgezet en zal die niet meer hervatten. De verkoop is stopgezet omdat het toestel een gevaar vormt voor consumenten. Er is namelijk kans dat de batterij ontploft. Volgens de Amerikaanse Commissie voor Consumentenveiligheid heeft Samsung 92 meldingen binnengekregen over batterijen in de Note 7 die oververhit raakten. Daaronder zijn 26 meldingen van brandwonden en 55 van schade aan eigendommen, waaronder brand in auto's en garages. De afdeling Consumentenzaken van het ministerie van Handel en Industrie heeft onderzoek gedaan bij de verschillende winkels die smartphones verkopen in Suriname. Dit naar aanleiding van een melding die zij heeft ontvangen via haar kanalen over de terugroep actie en het gevaar van de Samsung Galaxy Note 7. Uit het onderzoek is gebleken dat 2 winkelzaken de Samsung Galaxy Note 7 wel hadden geïmporteerd en verkocht. De verkochte toestellen van beide handelszaken zijn intussen teruggenomen bij de klanten en ingeruild met andere modellen. Inmiddels zijn alle Samsung Galaxy Note 7 toestellen weer binnengehaald en worden er maatregelen getroffen om deze terug te verschepen naar de leverancier. Het advies van Samsung is dat consumenten met een Samsung Galaxy Note 7 toestel het apparaat moeten uitschakelen en stoppen met het gebruik ervan. Op basis van de verkregen informatie is dit product door het ministerie van Handel en Industrie als gevaarlijk aangemerkt en worden consumenten geadviseerd dit product niet aan te schaffen en te gebruiken. De mogelijkheid bestaat voor consumenten om het toestel terug te brengen naar de winkel waar het toestel gekocht is.
De consument kan ervoor kiezen om het betaald bedrag gerestaureerd te krijgen of het in te ruilen met een ander model. Ondernemers die toch overgaan tot de verkoop van Samsung Galaxy Note 7 toestellen, zullen aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen. Op het Instituut voor Graduate Studies en Research is vandaag afgestudeerd Heidi Jurks voor de masteropleiding Education in Teacher Training. Haar afstudeerthesis handelde over rekendidactiek op het CPI. Ze is geslaagd met een 9 en wij van TBN Prime Alert hadden na afloop van haar afstuderen een vraaggesprek met de pas geslaagde en we voeren u naar dat vraaggesprek. Dit is een heel mooi moment in mijn leven. En dit draag ik op aan de Heer. Amen. En aan mijn moeder. Want zo is het trots zijn. Echt waar. U mag zo meteen. Of gaat je dan nog even wat meer zeggen, Heidi? Ja, oké. Mag nog even met felicitaties verder. Cindy Jorks, net geslaagd voor uw masteropleiding Education in Teacher Training. Hoe voelt dit moment aan? Geweldig moment. Prachtig. Het vergt heel veel inzet van jou. Uw thesis is geweest, afstudeerthesis, rekendidactiek op het CPI. Kunt u een beetje daarover vertellen? Nou, ik heb onderzoek gedaan naar die rekendidactiek met betrekking tot de tafelsommen. Maar het is gebleken dat de kinderen van de basisschool moeite hebben met vermenigvuldigen. En ik zeg, het begint op de pedagogische instituten, dat wij goede didactiek moeten aanleren. Dus vandaar dat ik het onderzoek heb gedaan. En het is gebleken dat door dit onderzoek er verbetering is gekomen bij de overdracht van de studenten. Dat ze door in staat waren om de didactiek nou goed in te zetten bij het voorbereiden op hun lessen. En u voelt zich trots dat u toch wel die bijdrage hebt mogen leveren? Helemaal, ik voel me helemaal trots, want ik heb een bijdrage geleverd aan de vorming van de maatschappij. Ja. Want het begint op het pedagogisch instituut en het gaat door naar de basisschool. Dus ik ben blij dat ik een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van het rekenonderwijs in Suriname. Ja. Wat vond u zelf van de hele opleiding? Is het toch wel zwaar geweest? De hele opleiding, ja, het is intensief. Want ik heb een voltijdse baan en daarnaast moet je colleges volgen. Dus het was best wel zwaar. Wat is te doen? Een 9. Prachtig, ik ben tevreden met het cijfer. Ja, en je hebt het opgedragen aan de Heer, maar ook Weiler, uw moeder. Klopt, want die is mijn inspiratiebron geweest. Want bij haar was educatie op de eerste plaats. Dus op zo'n groot moment, zo'n prachtig moment, doet het je wel wat dat zij het niet met je kan meemaken. Ja. Zo'n mijlpaal in je leven. Welke andere personen hebben ook nog bijgedragen aan dit succes? Nou, in het bijzonder mijn oom Humphrey Bent, mijn tante Lillian Bent. Die waren mijn inspiratiebronnen van motivatie, gesprekken voeren met hun ten aanzien van de opleiding. Mijn zusje, Naomi Schattevol. Dus die mensen waren echt de directe kring waarmee ik steeds feedback had ten aanzien van de studie. Ja, en wat nu? Nu, ik wil hetgeen ik heb onderzocht laten implementeren in het onderwijs. Want we moeten echt gaan voor kwalitatief onderwijs. Moet het rekenonderwijs verbeteren. Dus ik hoop graag dat ik draagvlak kan creëren, zodat hetgeen ik heb onderzocht werkelijk geïmplementeerd kan worden. Wat staat er nog verder op je bucketlist? Wat ik wil, zoals ik het zei, ik ben leerkracht in hart en nieren. Mm-hmm. Ik ga voor kwaliteit van het onderwijs. Dus ik zie ook graag dat de overige rekendomeinen ook van didactiek wordt voorzien. Dus ik wil samen met een team van rekenwiskundige collega's daaraan werken. En ook verder, zoals ik het stelde, die digitale kennisclips verder ontwikkelen. Want die kunnen echt bijdragen zodat de kinderen betekenisvol gaan leren. Dank u wel. Heel veel succes. Dank u wel.
Saskia Choto heeft vandaag haar masteropleiding Education in Teacher Training op het Instituut for Graduate Studies and Research met goed gevolg afgerond. Haar afstudeerthesis handelde over competentiegericht begeleiden op de werkplek. Wij van TBN Primalert hadden na haar presentatie een vraaggesprek met de pas geslaagde Wandana Choto. En zij is heel erg trots met hetgeen zij toch vandaag heeft bereikt in haar leven. Zij heeft voor haar afstuderen een 9 gehad. We voeren u naar het vraaggesprek die we hadden met de pas geslaagde Saskia Wandana Choto. Mevrouw Saskia Wandana Choto, u hebt vandaag uw masteropleiding Education in Teacher Training met succes afgerond. Hoe voelt dit moment aan? Bijzonder goed. Het is een lang proces geweest, maar vandaag is het gelukt om, ik kan zeggen dat ik het echt met succes heb afgerond. En ik ben bijzonder trots op ieder die me geholpen heeft, maar ook ik kan zeggen dat het keiharde werken is beloond. Ja. Uw afstudeerthesis gaat over competentiegericht begeleiden op de werkplek. Kunt u dat even nader uitleggen? Kijkt u, in de vernieuwing die nu gaande is op de pedagogische instituten, gaan we dus nu competentiegericht begeleiden. Studenten worden opgeleid en ze moeten dus, dan worden ze startbekwaam gemaakt en ze moeten dan moeten docenten die samen getraind worden in die competenties van een lerarenopleider. En ik heb dus dan in mijn thesis aandacht besteed aan een professionaliseringstraject voor lerarenopleiders, om ze te professionaliseren, om studenten competentiegericht te begeleiden op de werkplek. En waarom is dat belangrijk? Het is heel erg belangrijk, omdat de vraag naar anders opgeleide leerkrachten voor het basisonderwijs steeds groter wordt. Men wil dat je dus niet alleen les geeft op de basisschool, maar je moet ook als leerkracht in staat zijn om conflicten te hanteren, om te gaan met ouders, hoe praat je met ouders, hoe praat je met collega's. En daarvoor moeten de leerkrachten van die opgeleid worden voor het basisonderwijs, moeten die getraind worden, moeten dus die competenties beschikken. En dat is die grote vernieuwing, dat we nu al overgaan van vakgericht opleiden naar competentiegericht opleiden. En gebeurt dat nog niet? Het gebeurt wel, maar het moet nog beter gaan. Ja. En dat is dus dan de bedoeling van die vernieuwing. Dat we dus die andersoortige opleiding, andersoortige leerkrachten opleiden. En dat ze dus ook beter, dat we ook komen tot betere prestaties in het basisonderwijs. Ja. Wat zou het ministerie van Onderwijs dan met uw afstudeerthesis kunnen doen? Ik heb ook al tijdens mijn presentatie als aanbeveling gegeven dat het ministerie dus aandacht moet besteden aan de kwaliteit van die lerarenopleiders. Lerarenopleiders hebben jarenlang op een bepaalde manier lesgegeven. En nu moeten ze dus anders lesgeven, competentiegericht moeten ze dus lesgeven. En daarvoor moeten ze dus ook goed geïnformeerd en ook getraind worden. En dus MINOF moet dus gaan werken aan workshops, aan trainingen, om lerarenopleiders die competenties aan te bieden, zodat ze in staat zijn een competentiegericht curriculum uit te werken en ook te onderwijzen aan de hand van het competentiegericht curriculum. Ja, nu heeft u een titel achter uw naam. Wat gaat u dan hiermee doen? Sowieso ben ik werkzaam op het CPI. Mm-hmm. Ik ga dus dan de kennis en die vaardigheden die ik tijdens de opleiding heb meegehad gebruiken sowieso op het CPI. En ik ga trachten ook vanuit CPI ook andere PI's mee te trekken om te werken aan die professionalisering van lerarenopleiders. Ja, en de masteropleiding zelf, wat vond u daarvan? Het is een masteropleiding. Het is die heel veel kennis biedt aan de professionalisering van lerarenopleiders. Het curriculum van het programma van de masteropleiding is ook gericht op de vernieuwing die gaande zijn binnen het onderwijs en voornamelijk op de pedagogische instituten. En voor mij was het gewoon een aanscherping van mijn kennis en vaardigheden om mijn werk als lerarenopleider gewoon goed te doen. Dus het heeft enorm bijgedragen tot de verrijking van mijn kennis en vaardigheden. Ja. En hoe belangrijk is dan het CPI zelf geweest bij uw afstudeerthesis? Ik heb mijn onderzoek ook gedaan op CPI. En met het doel om verbetering te brengen bij de lerarenopleiders die al werkzaam zijn op het CPI. En het heeft ook ervoor gezorgd dat we op een betere manier op het CPI kunnen begeleiden.
En ik kan ook zeggen dat ik enorm veel ondersteuning gehad heb van het CPI. De lerarenopleiders, het is een CPI-familie die me constant heeft bemoedigd en gesteund heeft om deze thesis in orde te maken en om interventie ook uit te voeren. En nu met uw mastertitel, blijft u dan nog op het CPI? Ik ben sowieso nog steeds op het CPI. Ik ben geroosterd, ik ben coördinator werkplekleren. Het is mijn taak om werkplekleren te coördineren, de stage uiteen te zetten. Daarnaast ben ik ook vernieuwingscoördinator. En ik zal vanuit die rol trachten om al de resultaten van mijn interventieonderzoek, om die ook door te voeren op het CPI. Ja, ik zie dat ook vanmorgen een collega van u is afgestudeerd, mevrouw Jorks. En ook uw persoon. Waarom is het voor jullie zo belangrijk? Want zij heeft het ook steeds gehad over de vernieuwingen die men graag toch wil doorvoeren. Kijk nu, we zijn 2012 gestart met de vernieuwing, de nieuwe leerkracht op de pedagogische instituten. Maar elke vernieuwing heeft kinderziekte. En wanneer je dus bezig bent met vernieuwingen en je merkt dat er knelpunten zijn, dan is het de taak van ons allemaal, dus niet alleen wij mensen die bezig zijn met de vernieuwing, maar ook van nog met alle stakeholders om te gaan kijken waar liggen de knelpunten en op welke manier kunnen we gaan werken aan die knelpunten. En ieder van ons die nu bezig is met de masteropleiding, heeft ervoor gekozen om een knelpunt of een probleem die wordt ervaren door de vernieuwing, om diep aan te pakken. En vandaar dat dus de rode draad tijdens alle thesissen, dat de presentatie van alle thesissen te maken heeft met de vernieuwing. Aan wie heeft u dit succes allemaal te danken? Een heleboel mensen. Een heleboel mensen. Allereerst sowieso de Almachtige, want die heeft me dus dan die ondersteuning gegeven. Van hem put ik de kracht om me door te zetten. Maar ook mijn familie, mijn wederhelft, mijn zoon. En mijn CPI-familie, maar ook de medemasterstudenten. Die hebben allemaal bijgedragen. En natuurlijk ook de docenten van de opleiding. En in het bijzonder natuurlijk mijn hoofdbegeleider. Die me dus dan aldoor heeft ondersteund. En haar deskundige begeleiding heeft ervoor gezorgd dat ik de studie in anderhalf jaar heb kunnen afronden. Ja, ik begrijp dat heel veel bij komt kijken bij deze studie. Jullie hebben digitale begeleiders. Kunt u een beetje daarover vertellen? Ja, ik had een digitale begeleider, maar vanwege haar drukke bestandheden heeft dus dan de andere begeleider het overgenomen. Maar ja, het is nog steeds digitale begeleiding, want ze komen en dan gaan ze weg. En dan ben je dus dan veel via Skype en via mailcontact ben je dus bezig met je thesis. En daarnaast heb je dus dan een heleboel andere opdrachten die je moet uitwerken. Ik denk aan papers, je moet posters maken. Je moet verslagen maken en dat werd dus allemaal, dat werd ook allemaal digitaal opgestuurd en digitaal gecorrigeerd. Wat staat er nog op je bucketlist? Voor zover, dit was dus eigenlijk nog, laat ik zeggen, dat wat ik nog wilde doen. Ik zal nu kijken van wat biedt de toekomst, welke perspectieven heb ik voor de toekomst. En het is dus nu eerst genieten van dit succes en dan kijken van wat volgt. Nog verdere studies? Als die mogelijkheid er hier is, dan wil ik wel daaraan denken. Maar dan moet ik echt kijken van waar liggen mijn interesses. Ik begreep een 9. Jawel, een 9. Ja. En toen u dat hoorde? Het deed me goed. Het is echt iets van hard werken is beloond. Mevrouw Saskia Wandana Chotu, gefeliciteerd en heel veel succes met uw verdere carrière. Hartelijk dank hoor. De Nationale Kunstbeurs die duurt er allemaal tot aankomende zaterdag. En men heeft gemeend om dan voor de komende 3 dagen ook nog een ochtendprogramma in te lassen. Vandaar dat we dan staan in de bankethal van Hotel Torarica en wel met een van de kunstenaars. En dat is dan mevrouw Claudine Manco Pranata Elmond. Mevrouw Claudine, hoe gaat het met u? Het gaat. Hoe lang participeert u al met NK? Het is verschillend. Eigenlijk doe ik aan fotografie. Ik kijk 12 jaar. Onafgebroken? Onafgebroken. Maar ik heb dus een tussenpauze genomen wat de NK betreft. Maar ik was even uitgeweken, maar ik zie dat de NK het huis is voor de kunstenaar om te exposeren. En waarmee bent u dit jaar op NK? Met foto's op tegels geprint en foto's op canvas. Hoe is het allemaal voor u begonnen? Gedurende mijn periode van fotograferen. Nou, ik heb een basiscursus genoten van de SUFOF in 2004. En vanaf dien ben ik begonnen met groep expos, weet je. En ik vind dat individueel, solo expos, toch wel prettiger is. Je kan dus meer exposeren, meer foto's in je kabinet plaatsen, weet je. En
Dat is het zo'n beetje. En wat vormt uw inspiratiebron? Mijn inspiratiebron? Ik ben gek op flora en fauna. S'morgens loop ik om 6 uur, vanaf 6 uur. Dan loop ik met een kleine camera rond. En je schrikt wat je allemaal op de weg ziet. Vogels en bloemen, mooie bloemen. De 3 V's en een plusje heb ik. Dat zijn vissen, vogels en vlinders. Vogels en vlinders zijn de moeilijkste objecten om te fotograferen. En dan heb je dus ook ja, de bloemen. Mm-hmm. Weet je staat er versteld van als je de mensen laat zien. Want ze vragen zich af, waar heb je dit gemaakt, waar heb je dat gemaakt? Maar de foto's die ik hier heb, die zijn dus buiten de stad gemaakt. En buiten de stad vind je de vreemdste objecten. Wat zijn de reacties? Positief. Alles positief. En waartoe motiveert dat u? Om door te gaan. Want eigenlijk zou ik een beetje stoppen vanwege de leeftijd. Want ik ben al bijna 70. Maar het boeit je gewoon. De kleuren en zo, weet je. Thuis ben ik bezig met vissen. Dus ik ben steeds bezig met de natuur. U hoeft niet alle geheime prijs te geven, mevrouw Claudine. Ja. Maar kunt u even het proces toch wel uitleggen aan de mensen... U wandelt morgen met uw fototoestel, ja? S'morgens met uw fototoestel, ja? En u ziet iets prachtig en u legt dat vast. Wat gebeurt er dan verder? En dan, als je wil, kan je dan uitprinten. Mm-hmm. Want ik heb een heleboel, maar met deze kleine camera kan je dus ook kleine printjes maken, weet je. Met die grotere camera kan je dus meer doen, want dan kan je dus... je kan de achtergrond kan je ook wegdrukken, weet je. Zullen we het blurren, mm-hmm. weet je. Maar met deze kan je dat niet zoveel doen. Maar ik loop dus eigenlijk meer met die kleine nu, omdat die grote erg zwaar is. En hoe bent u op het idee gekomen om tegels te gebruiken? Iemand maakte die tegels, het is eigenlijk een proef, hè. En ze worden niet meer gemaakt, het is eigenlijk een proef. En dan ben ik erop ingegaan en ik heb ze dus ingelezen, want ik had niemand om ze in te lezen. Ingelezen. En dat heeft u allemaal zelf gedaan? Ik heb niet ingelezen, alleen de foto's gemaakt. Mm-hmm. Het proces ken ik niet. Ik heb gehoord dat het in de oven gaat, maar het proces ken ik dat kan ik niet vertellen. En ik ben blij. Ik heb al de eerste foto verkocht, de tweede dag al, weet je. Dus ik ben blij met het resultaat. De mensen komen meestal bijna aan het eind van de expo, mm-hmm. om dus meer werken te kopen. En ik hoop dat ik flink verkoop. De oproep is gedaan dat het eindelijk tijd wordt dat we een eigen kunsthal krijgen als kunstenaar. Zegt u dat dat daadwerkelijk zo moet? Zo moet het, ja. Het wordt wel vaak beloofd. Maar ik hoop dat het gewoon van de grond komt. Want het gaat niet alleen voor de Nationale Kunstbeurs wat betekenen. Ook voor andere mensen misschien die balletdansen of een of ander event willen houden, mm-hmm. heb ik begrepen, weet je. Dus ik hoop dat het gewoon van de grond komt, want omdat het elk jaar wordt beloofd. Maar ja, zo is het eenmaal. Mevrouw Claudine Manku Pranata, dank u wel en heel veel succes verder. Graag gedaan. Op NK 2016 hebben ook de 23-jarige Arusio Hilversum, vrij jonge kunstenaar, met wie wij ook het vraaggesprek zullen hebben. Heer Hilversum, NK 2016, hoeveelste NK is dit? Dit is mijn 5e NK. En wat motiveert jou om steeds toch wel deel te nemen? Motiveert is om de jonge mensen meer aan te trekken en... nieuwe ideeën te krijgen en nieuwe thema's en de kunstwereld en de wereld te kunnen veranderen. Zo. Ja, en je vertelde me, dit is jouw eerste solo-expositie? Ja. En waarom wilde je solo gaan? Om mensen meer te laten kennen dat ik ben en om... dat ik ook andere werkstukken maak, zoals abstract en semi-abstract. Kan je vertellen over je werken? Wat zien we hier allemaal? Ik maak meer over armoede. Mm-hmm. Thema's armoede en zijtaak van armoede is angst, uitzichtloos, kind zonder voeding en watersnood. En waarom die onderwerpen? Omdat ik...
de minister laten zien dat ze moeten iets doen met armoede, mm-hmm. kunnen veranderen in Suriname. Ja. Dit is abstract? Ja, het is semi- en semi-abstract. Oké, okay. En wat gebruik je allemaal? Wat is dit bijvoorbeeld? Ik gebruik meer zand, touw, houtlijm en verftechniek. En wat we hier allemaal zien, dat zijn allemaal nieuwe werken? Ja, een paar zijn nieuwe werkstukken en een paar zijn van 2015. Oké, okay. En wat zijn de reacties? Positief. Om door te gaan, om te schilderen, ideeën te krijgen en door te verven. Wat is de droom? De droom is om een bekende kunstenaar te worden in Suriname en in het buitenland. En hoe wil je dat allemaal voor elkaar krijgen? Meer gaan exposeren? Ja, meer exposeren en veel op NK voorkomen en te exposeren. En in het buitenland ook. Ja. En als je een beetje rond hebt gekeken voor wat de werken van de andere kunstenaars aangaan, wat zeg je? Ze doen hun best ook van nieuwe schilderij te maken en interessante schilderij te maken. En meer aantrekkelijk te maken voor de kopers en bezoekers. Dankjewel. De afdeling kapitale delicten heeft op 31 oktober van dit jaar de verdachten Wilfred P. en Paul A. aangehouden op het vliegveld te Zorg en Hoop. De mannen worden ervan verdacht een beroving te hebben gepleegd in Brokopondo gebied nabij Tossekreek. Volgens informatie die de politie heeft bereikt, moeten deze mannen een winkel hebben overvallen waarbij er ruw goud, een onbekend aantal belkaarten en andere goederen zijn weggenomen. Bij het verlaten van de plek zijn de vermoedelijke rovers door de slachtoffers beschoten. Twee van hen die gewond raakten zijn per vliegtuig afgevoerd naar Paramaribo. De ingeschakelde wetsdienaren wachten hen op en hielden de twee vermoedelijke verdachten gelijk aan. Onder politiebewaking zijn ze in het ziekenhuis opgenomen voor medische behandeling. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie zijn de verdachten in verzekering gesteld. Wilfred P. en Paul A. verklaarden bij een kort verhoor juist beroofd te zijn geworden. De afdeling kapitale delicten onderzoekt het fijne van deze zaak.